naar de houthandelaren flink de boot ingegaan tegen staartploeg Soda B. Pepijn Steyr doet in de top van de rangschikking mee voor een plaats in de play-offs. De kans dat de thuisploeg weer de boot inging was dus reëel. Het bestuur had tijdens de voorbije dagen een hartig woordje gesproken om de heren aan de gang te krijgen. En met resultaat, want meteen vanaf de start neemt Cuva het heft in handen. Vooral onder impuls van een zeer bedrijvige Lindsay Howell, gisteren goed voor 37 punten. Pepijn Steyr staat vooraan in het klassement en dat wordt in Houthalen vooral belichaamd door slangenmens Damon Patterson. Maar Lindsay Howell laat zijn ploeg aanklampen, ook al moet dat in twee keer gebeuren. En via deze dunk van Scales wordt het 43-38. We gaan rusten bij een 43-40 stand. Bij Houthalen is dat een gelegenheid om de jeugdwerking op een hoger niveau te tillen. En ook in het begin van de tweede helft gaat het gelijk op. Bij Pepijn Steyr blijft Patterson scoren aan de lopende band. Ook drie punters. Hier zien we hoe hij zijn ploeg terugbrengt tot 53-47. Hij zal op 41 punten uitkomen. Pepijn Steyr komt terug tot 57-57. Even later opnieuw een dunk voor Mo Smit. Maar hij blijft aan de ring hangen en krijgt een technische fout. Zijn vierde al, evenveel als Howell. Maar als Cuva lijkt te bezwijken onder de foutenlast, lukken eerst Howell en dan hier Gijbels een driepunter. Cuva loopt uit tot 71-61. In de slotminuten heeft Vinny Arendel nog een paar snelle uitbraken in petto. Hier maakt hij er zelf 75-63 van. Uiteindelijk zou een herboren Houthalen het verdiend halen van Pepijn Steyr met 86-74. Blijkbaar gaat het Cuva beter af tegen sterke tegenstanders dan tegen zwakke broertjes. We waren er juist nog over bezig met de kapitein. Dus ik ben nu mijn tweede jaar. En kapitein bevestigde dus dat ze de Houthalen steeds het zeer moeilijk heeft tegen staarthangers. En tegen koploegen iets veel beter spelen.